Ja. Da hast du früher mal. Alles gut. Okay. Ja, ciao, bis. Kunnen we? Elke week kiezen wij uit tal van inzendingen één brief, één droom. En die gaan wij samen verwezenlijken. En deze week ben ik onderweg naar een jonge kerel. Spannend! Goed, sta ik erop? Hier woont onze brievenschrijver en we gaan eens kijken hoe vastberaden deze jongeman is om zijn droom waar te maken. Hallo. Goeiedag, juffrouw. We zijn op zoek naar Sam. Dat ben ik. Nee, we zijn op zoek naar Sam, de jongeman die ons een brief geschreven heeft om een boot te bouwen. Ja, dat ben ik. Ja, jullie hebben je waarschijnlijk vergist. Ik ben een meisje en geen jongen. Maar jullie wou mij helpen met mijn boot? Ja, maar... Kom, dan laat ik mijn tekeningen zien. Wat is dat? Dat was al een Mission Impossible en nu blijkt hij ook nog een zij te zijn, een meisje dat een boot gaat bouwen. Echt, een half uur, mannen, en dan zijn we weer weg, hè. Een half uur. Pas op voor de tekeningen. Bon. Hier heb jij dus al je plannen bedacht. Ja. Flink bezig geweest. Ja, deze. Dat is mijn laatste tekening waaraan ik bezig ben. En jij denkt nog altijd dat jij die een boot zelf gaat kunnen bouwen? Ja, met wat hulp van u. Gaat dat wel lukken? Ik vrees dat dat niet genoeg gaat zijn. Zo'n boot dat moet blijven drijven, hè. Dat mag niet omkantelen. Nee, dat kan ik leren. Ah, en zo'n zeil maken en erop spannen, dat kun jij ook leren? Ja. Dat hutje dat is van hout? Ja, timmeren. Dat is hout, ja. Timmeren, dat kun jij. En een motor? Ja, daar ken ik niet zoveel van, maar jij zult wel iemand kennen zeker die dat kan of zo. Goed. Dan heb ik nog een verrassing voor u. Ik heb een afspraak geregeld bij een botenbouwer, een echte botenbouwer. Jij mag daar uw vragen aan stellen. Voor mij? Ja, voor u. Een echte botenbouwer? Een echte botenbouwer. Amai. Allee, dan zijn we weg. Nu zal ze trap genoeg weten.
Denk je dat dat gaat lukken? Zeker. We zullen samen een 3D-model maken. Hè? Pak een stoel en kom erbij. Dus aan de hand van de schetsen die je mij gegeven hebt, maak ik eerst een tekening. En daarvan maak ik dan een 3D-model. En in dat 3D-model zit alles in. Zowel de aandrijving als de rompvorm, als de opbouw. En daar kan ik dan verschillende berekeningen mee doen. En de constructietekeningen maken. En dan kan ik ook een idee geven van hoe het er gaat uitzien in het echt. Nee. In theorie allemaal goed en wel, maar zullen we eens naar de echte boten gaan kijken? Dat is goed. Binnenvaart. Dat mag niet op zeil, dus dan moet je dat met de motor doen. En die motor, dat is net zoiets als in de vrachtwagen zit. Die zit, daar zit een as aan hier onderdoor en die komt er van achteruit. En daar zit dan een hele grote schroef aan en die gaat ervan draaien. En daar gaat die boot mee vooruit. Ah. Oké, bedankt. Graag gedaan. Allee, daar. Thank you.
lukt niet meer. Die motor wil niet meer starten. Vergeet die motor. Ik zorg dat die motor morgen werkt. Jij hebt een hele dag voor mijn voeten zitten lopen. Jij lacht gewoon met mij. Weet je, morgen vroeg ruim ik de garage op. Jij kunt je boeltje pakken en vertrekken. Ik kan dat zo toch niet laten gebeuren. Beginnen. Komt je als jij gewassen zijn? Thank you.
Tada! Hey Sam! Dank je. Hij stuurt een kaartje, hè? Thank you.